Welkom bij Spellenzonde, leuk dat jullie weer kijken. Dit keer met jullie een blik werpen op Earth, uitgegeven door Geronimo Games. Dit is een spel van 1 tot 5 spelers waar je 45 tot 90 minuutjes mee bezig bent. En in dit spel gaan we ons eigen stukje aarde beplanten met planten, paddenstoelen en mossen en noem het allemaal maar op. In een grid van 4x4 kaarten proberen wij de meest indrukwekkende planten te laten groeien om daarmee de meeste overwinningspunten te pakken te krijgen. Planten die we niet goed genoeg vinden of die we niet kunnen gebruiken worden compost. En zo proberen we een engine te bouwen en de verschillende objectives die ons extra punten aan het einde geven te voltooien. Want degene met de meeste punten wordt de winnaar. Dus laten we maar eens een blik werpen op wat er in de doos zit. Het spel is van de hand van Maxime Tardif en wij krijgen de spelregels in het Nederlands. En de spelregels zijn prima. Overzichtelijk in de zin van de verschillende acties en hun uitleg, waarbij je het makkelijk eventjes terug kan zoeken. Kleurcoderingen, altijd fijn om snel eventjes een referentie te vinden. En nog wat uitleg van de diverse kaarten zelf. Met achterin een voorbeeld van een beurt. Solo variant in een ander kleurtje en op de rug het teamspel wat je ook nog kan spelen. Dan hebben wij het bord waarop we de objectives leggen voor het normale spel en natuurlijk het solo spel. We hebben de spelersbordjes die allemaal dubbelzijdig zijn, waarbij sommige weer gebruikt worden in bepaalde varianten. We hebben de verschillende kaarten, hele stapels kaarten met de diverse planten en paddenstoelen en locaties en noem het allemaal maar op wat we gaan gebruiken voor ons ecosysteem. Groene blokjes, de bladerdaken de componenten voor de spelers. Scoreblokje, hieronder zitten nog ergens de grondfiches, de objective kaarten en de startkaarten voor de spelers en nog een paar extra kaartjes voor het solo spel. Dat is wat we allemaal krijgen. Laten we snel maar eens een spelletje gaan opzetten. En zo ziet het spel er aan het begin uit in mijn voorbeeld even opgezet voor twee spelers. Elke speler krijgt een spelersbordje. De 5 bladeren in jouw kleur waarvan je er eentje apart legt en 4 op je bordje. Die je gebruikt om de algemene dierenobjectives, de fauna kaarten te scoren. We wijzen willekeurig een startspeler aan. De actieve speler die krijgt ook de actieve spelermarker. En elke speler krijgt een eilandkaart, een klimaatkaart en een ecosysteemkaart. Ben je meer ervaren, krijg je 2 van elk en kies je er 1. Hou er rekening mee dat elk van deze kaarten is dubbelzijdig. En je mag zelf kiezen welke zijde je gaat gebruiken. En daar probeer je natuurlijk een soort van samenspel in te vinden die het beste werkt met deze kaart. Maar daar gaan we natuurlijk zo meteen naar kijken. Verder gaan we alle aardekaarten schudden. Die leggen we binnen handbereik. We leggen de stammen en hoeden van de paddenstoelen die we bouwen en de groene blokjes en de aardekaarten binnen handbereik. Er worden 2 ecosysteemkaarten hier nog willekeurig neergelegd op het scorebord. En dan zijn we klaar om te beginnen. Het is belangrijk dat je naast je speelbordje ruimte houdt, want hier komen jouw 4x4 kaarten te liggen, je 4x4 grid, zoals het regelboek ook mooi aangeeft. Daar ga je daadwerkelijk je kaartjes planten. Maar zo zit het hem op. Het doel van het spel is om zoveel mogelijk punten te verzamelen. En we gaan door tot er een speler is die zijn veld van 4x4 volledig gevuld heeft. Dus 16 kaarten hier heeft neergelegd. Dat is de laatste ronde en dan gaan we de eindscore bepalen. Maar zo zit het hem op. Laten we maar eens wat gaan planten. Aan het begin van het spel gaan we een paar dingen doen. Iedereen krijgt een aantal handkaarten gelijk aan wat er op jouw eilandkaart staat. Dus als we kijken naar dit eiland, als ik dit gekozen heb, zie je dat ik recht heb op 11 handkaarten. Daar staat ook bij dat ik van die 11 handkaarten er 3 tot compost moet verwerken. En er staat dat ik 6 aarde krijg. En natuurlijk een speciale eigenschap die ik heb. En een stukje flavor. Maar ik krijg 11 kaarten, dus ik pak voor mijzelf 11 kaarten van de aardestapel en van die 11 kaarten moet ik er 3 composteren. Nou, voor het voorbeeld denk ik er even niet te lang over na en leg ik 3 kaarten op mijn composthoop en dat is gewoon een gesloten stapel op je spelerspotje. Daarnaast hadden we recht op 6 aarde, dus ik pak ook nog eens een keer 6 aarde. En dan beginnen met de startspeler en met de klok mee zijn de spelers aan de beurt. En als je aan de beurt bent, kies je 1 van de beschikbare acties
op jouw actieveld. En het leuke van Earth is dat als je een actie kiest, heb jij een sterk voordeel en de rest van de spelers heeft ook diezelfde actie, maar iets minder sterk. En laten we die vier acties maar eens gaan bekijken. Optie 1 is dat ik ervoor kies om te gaan planten. Dat betekent dat ik als actieve speler tot 2 kaarten 1-voor-1 mag gaan planten in mijn speelveld. Uiteraard betaal ik de grondkosten die daarvoor staan en daarna trek ik 4 kaarten waarvan ik er 1 mag houden. De 3 kaarten die ik niet mag houden gaan niet naar je compost, maar die gaan naar de aflegstapel. Alleen als een kaart specifiek zegt dat het naar de compost gaat, gaat naar de compost. De andere spelers mogen 1 kaart plaatsen en 1 kaart pakken. Dan moeten we natuurlijk weten hoe kunnen wij die verschillende kaarten planten. Om kaarten te kunnen planten moet je de grondkosten die hier afgebeeld staan betalen. Nou, jullie zagen, ik heb 6 grond om mee te beginnen. Dus ik zou ervoor kunnen kiezen om deze 2 kaarten te spelen, want die zijn bij elkaar 6. Of ik kan ervoor kiezen om nu een nulletje en een eentje te spelen, omdat ik graag wil gaan sparen voor deze 8 of misschien zelfs deze 9. En natuurlijk, al deze kaarten hebben speciale effecten. En je zult zien dat die kleuren hier onderaan corresponderen met de 4 acties. Dus als ik groene kaarten heb en ik doe een groene actie, krijg ik groene bonussen. Dus dat is natuurlijk ook iets waar ik naar ga kijken. Nou, regenbogen is natuurlijk lekker. Die doen in dit geval op 3 kleuren mee. Dus die kleuren gaan ook nog eens een keer voor je werken. Waarbij dit weer een kleur is die altijd van kracht is. Maar die kijkt op een andere manier wanneer die geactiveerd wordt. Plus die planten die kun je laten groeien. Daar zijn deze blaadjesposities voor. Daar gaan we natuurlijk zo meteen verder naar kijken. Maar laten we voor het voorbeeld even zeggen dat ik deze 0 en deze 4 neerleg. Ik betaal de 4 aarde die erin zit. Zo, hoppata, 4 aarde betaald. En ik plaats ze in mijn grid. En ik leg ze nu zo neer. Dat mag je zelf bepalen hoe je dat doet. En verder is het ook belangrijk dat sommige kaarten, zoals deze kaart zegt, je krijgt 3 punten voor elk, en dan kijken ze naar een specifiek symbool, in deze kolom. Dus daar heb ik nu alweer een soortje van gemaakt. Maar eigenlijk wil die andere soorten planten in deze kolom hebben om te scoren. Dus dan kan ik misschien beter mijn rotsheide op deze manier neerleggen, want dan kan ik hier plantjes neerleggen die gaan scoren. In plaats van eigenlijk maar 2 regels. Je moet aangrenzend spelen aan kaarten die je al gelegd hebt, waarbij diagonaal ook aangrenzend is. En je mag nooit buiten je 4x4 plaatsen. Belangrijk, bij de plantactie ga je natuurlijk kaarten nieuw in je tuin planten. Als dat planten zijn met een groene eigenschap, mag je die gelijk in diezelfde actie activeren, omdat je altijd eerst de standaard doet en dan kijkt naar de plantjes. Dus dan kun je hem gelijk laten werken voor je. De volgende actie, de rode actie, geeft jou 5 aarde en je krijgt 2 kaarten van de trekstapel en die gaan rechtstreeks in je composthoop. Dat is een belangrijk symbooltje. Jullie zien hier het handje met een kaart. Dat is kaarten pakken en aan je hand toevoegen. Met een /1 betekent in dit geval dat je er eentje mag houden en de rest moet afleggen. Als je kaarten mag pakken met die cirkel eromheen, dat recycle symbool, dat zijn kaarten die je rechtstreeks in je composthoop gooit. Daarnaast krijg ik 5 aarde. En de andere spelers kunnen kiezen 2 aarde of 2 kaarten rechtstreeks in de composthoop als je die actie kiest. En je gaat weer kijken naar je tuin. Heb je rode kaarten of deze regenboogkaarten, dan gaan die nu activeren. De derde actie, dat is voor de actieve speler 6 blokjes en 2 aarde. En de andere spelers kunnen weer kiezen 2 blokjes en 2 aarde. Maar wat moeten we nou eigenlijk met al die blokjes, die groene loten, zoals ze in het spel genoemd worden in het Nederlands? Dus als we naar mijn tuin gaan en ik zou 6 loten krijgen, dan mag ik die op deze posities gaan neerleggen. En uiteraard op elk vakje kan ik er maar 1 neerleggen. En als het helemaal vol zit, dan is het gevuld. En waarom zou ik dit doen? Wat is het, de meerwaarde ervan? Aan de ene kant mag je op elk moment, zoals ook op je spelersbordje vermeld staat hier onderaan, van jouw planten een totaal van 3 loten halen om daarvoor 2 grond te krijgen. Wat natuurlijk weer handig is om nieuwe plantjes te kopen. Maar je kunt er meer mee doen. Want aan het einde van het spel is elk lot een overwinningspunt waard. Dus in het begin is het misschien handig om hier en daar wat geld ervan te maken, wat grond. Maar aan het einde van het spel wil je natuurlijk gewoon die erop hebben liggen om flink
punten te scoren. Dus hier liggen ineens 6 overwinningspunten. En daarnaast mogen we natuurlijk kaarten met blauwe balken activeren. Deze zegt letterlijk een lot af om 2 kaarten te pakken. Dat is de derde actie. En de vierde actie is 4 kaarten pakken en 2 van die targets. En dat is het symbool voor de groei. Sommige planten, zul je zien, hebben ruimte om te groeien. In dit geval zie je dat hier een groei 3 symbool staat, een groei 1 symbool. En als ze volledig volgroeid zijn, zijn ze aan het einde van het spel extra punten waard. Ik mag 2 groei doen, dus ik kan ervoor kiezen om hier 1 groei op te doen en hier 1. Of ik zou ze allebei hier naartoe kunnen doen. En de laatste groei is altijd een bladerdak. Dus omdat deze maar 1 groot is, als je die laat groeien, leg je er gelijk een bladerdak op. En de kleur is puur voor de fun. Dat maakt helemaal niks uit. Maar groter dan dat kunnen ze niet worden. Daarom het bladerdak wat je erop zet. Ook hierbij groei moet je onmiddellijk inzetten. Je kunt het niet bewaren. En alles wat je niet kwijt kan op jouw kaarten ben je gewoon kwijt. Hetzelfde als bij de loten. En ook hierbij aan het einde activeer je weer alle kaarten die overeenkomen met de gele actie. Dus in dit geval zou ik weer 2 aarde krijgen. En even kijken, plus 1 groei op elke plant met dit symbool in deze rij. Nou, heb ik niet zo heel veel aan. Maar dat zijn de 4 acties waaruit je kan kiezen. En je kiest dus 1 van deze 4 acties. En dan doe jij de bovenste zijde. En de andere spelers de onderste zijde. En iedereen activeert de planten die corresponderen met de kleur. En dit gaat natuurlijk voor ons punten scoren. Verder hebben wij ons eigen ecosysteem en de 2 ecosysteemkaarten op het scorebord. Dat zijn punten die iedereen gaat scoren. En dat is niet helemaal correct. Deze kunnen we allemaal scoren. En je eigen ecosysteem is natuurlijk voor alleen jouzelf, waar je punten mee gaat scoren. Nou ja, en deze kijkt naar koude gebieden. Deze kijkt naar zonnige gebieden. Nou, als ik een beetje kijk naar wat ik aan het doen ben, had ik natuurlijk in het begin gekozen voor zonnige planten. Want daar heb ik er op dit moment meer van en daar ga ik dus meer op inzetten. Dan hebben we natuurlijk ook nog de 4 fauna kaarten, de dieren die door ons stukje aarde gaan lopen. Op het moment dat je voldoet aan de voorwaarden die erop staan, laten we kijken naar de specht. Je hebt 7 of meer flora kaarten, dat zijn dus de plantjes, met elk 1 of meer groei erop. Nou, dat heb ik nog lang niet, maar mocht ik dat hebben, dan pak ik mijn scoremarker en ben ik de eerste, leg ik hem bovenaan. En de tweede legt hem daaronder. Mochten er meerdere mensen in dezelfde beurt scoren, dan wordt er gekeken naar de actieve speler en dan met de klok mee. Dus dat breekt de ties. Dus daar moet je ook nog even rekening mee houden. Nou, in mijn voorbeeld, toevallig is de sprinkhaan op zoek naar 4 of meer planten met dit symbool. Plus ik heb de grasland die ook zoekt naar kaarten met die symbolen. En zo zie je dat je hier en daar wat engines kan bouwen, wat combinaties kan maken die lekker in elkaar grijpen. Verder hou er rekening mee, zoals ik al zei, je hebt een speciale eigenschap van je eiland. Bij mij kosten kaarten met een zonnetje erop 1 aarde minder om te spelen. En je hebt natuurlijk je zee, je klimaatkaart. En in mijn geval is die lichtblauw, dus triggert die op de lichtblauwe actie en geeft die ook weer een bonusje. Verder vind je in de stapel aardekaarten 3 soorten kaarten. De planten, de flora kaarten, de zogenaamde terreinkaarten en er zitten hier en daar gebeurteniskaarten tussen, herkenbaar aan de blauwe tekst en het bliksem dingetje. Op het moment dat je die speelt, en deze kaarten zijn de enige uitzondering, die kun je op elk moment spelen. Het zijn kaarten die de speler die ze speelt een voordeel opleveren. Ik moet 7 loten weghalen om 8 aarde te krijgen. Maar ik leg hem wel ergens bij me neer, want aan het einde van het spel krijg ik er 2 strafpunten voor. Ze tellen niet mee voor je 16 bij 16, dus je legt ze op het speciale vakje hier zo. Maar dit zijn wel punten of strafpunten die je aan het einde van het spel eraf moet halen. Maar op die manier zijn we om de beurt de actieve speler. Zodra de startspeler klaar is, gaat de actieve speler naar Googly Eyes. Die kiest een actie. Die krijgt de dikke variant van de acties. De andere spelers de magere zijde. En we gaan allemaal onze planten overeenkomstig in die kleur activeren. En zo gaan we vrolijk verder. Tot er iemand is die daadwerkelijk de grid van 4 bij 4 weet te vullen. Dat is de laatste ronde. De speler die dat voor elkaar krijgt, die legt een bladfiche op de bonus van 7 punten. En dat is hier zo. Hoppata. Dat zijn 7 bonuspunten die je te pakken hebt, omdat je hem helemaal vol hebt weten te krijgen. En dan wordt de ronde afgemaakt, zodat iedereen even vaak
actieve speler is geweest. Vandaar dat je dus een startmarker en een actieve speler marker hebt. En dan gaan we de score berekenen. We krijgen de basisoverwinningspunten van de kaarten die we hebben. Zoals die hier aan de linkerzijde allemaal afgebeeld staan. Strafpunten die je daar vandaan haalt. 1 overwinningspunt voor elke compostkaart die je hebt. 1 overwinningspunt voor elk lood wat je hebt. 1 overwinningspunt per stam die je hebt. Tenzij je er een bladerdakje op geplaatst hebt. Want als je een bladerdakje hebt geplaatst, is die compleet. En dan kijk je naar de waarde die bij de bloem staat. Dus deze is 3 hoog. En dan is die klaar, is die 4 punten. Is die 2 hoog, is die niet af. En dan is het gewoon 2 puntjes. Dus ze zijn niet helemaal waardeloos als ze niet af zijn. Overwinningspunten van bepaalde terreintegels die je hebt. Overwinningspunten van opdrachten vanuit de ecosystemen die je gedaan hebt. En overwinningspunten van de bladervisjes die je hier op het faunabord hebt neergelegd. Die tel je er bij elkaar op. Dat levert een eindscore op. En degene met de meeste punten is de winnaar van Earth. En zo wordt het spel gespeeld. Earth lijkt in heel veel opzichten op Terraforming Mars. We gaan met kaarten onze eigen engine bouwen. En door de acties die we kiezen krijgen we grondstoffen, nieuwe kaarten, compost en alles wat we nodig hebben om te laten groeien en bloeien. En daarmee worden we steeds sterker, gaan we steeds betere acties doen en gaat het steeds sneller. Gekoppeld aan een prachtig thema, ik ben gek op de natuur en de vormgeving van dit spel is schitterend gedaan. De planten, de bloemen, de dieren, de kaarten, alles ziet er erg fraai uit. En je hebt een gigantische hoeveelheid kaarten waar je uit kan kiezen. Dus elk spelletje biedt je weer een nieuwe uitdaging en komen er weer nieuwe kaarten tevoorschijn. Het spelmechanisme in de basis is simpel en goed gedaan. Je kiest als je aan de beurt bent één van de 4 acties. Die geeft jou bepaalde mogelijkheden. Daarbij triggeren eventuele planten uit jouw tuin. En de andere spelers zijn tegelijkertijd ook aan het spelen. Dus in die zin hoef je niet te wachten op iemand anders zijn beurt. En kun je zelfs een beetje mee inschatten van joh, wat zou die speler gaan doen. Zal ik die actie dan ook kiezen of ga ik meeliften op die actie van de andere speler en dan doe ik zelf wat anders. Dus daar zit ook nog een leuk mechanisme in waardoor je met elkaar lekker aan het knutselen bent. Maar daar zit tegelijkertijd ook de rand van de interactie. Want iedereen is met zijn of haar eigen stukje tuin, stukje aarde bezig. Jij kiest een actie, alle andere spelers doen het tegelijkertijd. Je neemt de inkomsten, de grondstoffen, kaarten, whatever. Je gaat eventueel plantjes planten. Je handelt alles af wat er in je tuin gebeurt. En alle andere spelers zijn dat ook aan het doen. En als iedereen klaar is, gaat de volgende dat doen. En dat maakt Earth in mijn ogen een spel wat heel erg solistisch is. Je bent met je eigen spelersbordje bezig, met je eigen tuin, met je eigen kaartjes. En wat de andere spelers doen, heeft nagenoeg geen invloed op wat jij aan het doen bent. Zelfs het vechten om de verschillende faunakaarten heb ik nog niet echt als een grote motivator gezien om op te letten wat anderen aan het doen zijn. Mede omdat je tuin snel uitbreidt en er dan zoveel verschillende dingen gebeuren dat je druk genoeg bent met van oké, een blauwe actie, kies dit en dan gaat die plant iets doen, dan haal ik dat eraf, dit en dat en dan die en zo. En tegen de tijd dat je klaar bent, zijn de anderen ongeveer ook klaar en je gaat de volgende iets kiezen. Dus in mijn ogen ben je nagenoeg niet met elkaar dit spel aan het spelen, ondanks dat je met elkaar aan tafel zit en op één actie allemaal geactiveerd gaat worden. En dat vond ik een heel zwak punt. Ik hou ervan dat er een goede interactie en samen genieten van het spel is. En hier ben je echt lekker je eigen engine aan het knutselen en aan het bouwen. En van daaruit is dit spel ook wat mij betreft het sterkst met 2. Omste beurt aan de beurt en dan kun je het nog een beetje in oog houden, schouw houden wat anderen aan het doen is. Maar met 4-5 spelers echt niet dat je kan onthouden wat al die engines van iedereen aan het doen zijn. Dus dat vond ik een wat zwakker punt. Daarnaast is de gigantische hoeveelheid kaarten super leuk, omdat je dan heel veel variatie en afwisseling hebt. Beetje zoals bij Ark Nova. Dat betekent dat je aan het begin van het spel een ecosysteem kiest en je kijkt naar de openbare ecosystemen. Je maakt een keuze met de bonus en waar je sterk in bent. En dan hoop je dat dat soort kaarten tevoorschijn komen. En wederom, dat is bij 2 spelers, merk je dat in dat sommige kaarten gewoon door die gigantische stapel heel weinig naar voren komen. Nou, dan moet je dus kiezen, ga ik mijn tactiek waarop ik had gehoopt te scoren omwisselen
voor iets anders? Of ga ik door met de tactiek die ik heb gekozen in de hoop dat de kaarten die ik zoek alsnog komen? Met alle risico's van dien, niet de ideale keuze. En bij 5 spelers is het omgekeerde. Dan zijn er zoveel mensen die als een gek aan het composteren zijn, dat de kaarten waar jij vurig op hoopt, misschien bij andere spelers in de composthoop verdwijnen, nooit meer terugkomen en je combo's ook op die manier sneuvelen. En dat vond ik zelf een element wat ik ook niet heel erg leuk vond, omdat daardoor de invloed die je hebt beperkt is. En dat zijn een paar stevige punten die ik absoluut op tafel wil leggen. Want in de basis vind ik het een leuk spel. Het doet een beetje denken aan Race for the Galaxy. Je kiest een actie, iedereen gaat lekker mee op die actie. En zo zijn we met elkaar aan het knutselen. We zijn een engine aan het bouwen, plantjes aan het maken. Supermooi gedaan. Ziet er erg vrolijk kleurrijk uit. Duidelijke symboliek met onderaan je bordje nog een reference. Dus makkelijk om terug te lezen. En de acties op zich zijn heel simpel. Je krijgt grondstoffen, je krijgt planten. En die kun je laten groeien en dingetjes mee doen. Maar daarbij moet je natuurlijk wel rekening houden met de objectives en alle andere dingen waar je uiteindelijk de monsterscore mee gaat halen. En je moet een beetje wendbaar zijn in je tactiek, want als iets een bepaalde richting opgaat en dat is niet de richting die je had gekozen, moet je op tijd zeggen van oké, ik ga bijsturen om op een andere manier mijn punten te scoren. En dat mechanisme, dat vind ik leuk. Het lekker knutselen, je eigen plantjes planten, omgevingje maken en punten sprokkelen, dat is vermakelijk. Daartegenover staat dat het wel een spel is wat heel erg gericht is op dat jij je eigen dingen aan het doen bent. En wat anderen doen heeft niet zoveel invloed op jouw tuin of wat er gebeurt. Datzelfde probleem heb ik ook met Everdell en Ark Nova. Ik vind het feit dat je zo met je eigen ding bezig bent een zwakker element. Dat heeft er alles mee te maken dat ik spellen speel om juist met elkaar een spel te spelen. En niet individueel aan dezelfde tafel bezig te zijn. En dat alles bij elkaar maakt Earth voor mij een zwakkere. Ik vind de mechanismes goed. Ik vind de herspeelbaarheid prima. Misschien zelfs een beetje een overkill aan herspeelbaarheid. Ik vind het mechanisme van één actie kiezen en iedereen kan eraan knutselen leuk. En de vormgeving en de symboliek zijn uitstekend. Ik vind de interactie zwak. Ik vind de variatie met het x-aantal spelers matig. Sommigen vind ik met twee komt het prima uit de verf. Maar daarboven wordt het snel minder, vind ik. En dat maakt dat ik Earth een oké spel vind. Het speelt prima weg. Ik vind het niet vervelend om te doen. Maar ik hou persoonlijk van meer spelerinteractie. En dat is iets waar dit spel zwak in is. En het is om die reden dat Earth van mij een 6 krijgt.